Ik ga even boodschappen doen. Zonder masker. En we zullen zien wat ze gaan zeggen. Apple flaps. Ik loop dus door de supermarkt zonder masker, maar andere mensen hebben dat dus wel. Maar sommige mensen die hier werken hebben dus geen masker op. Dus dat valt wel op. Dit ziet er ook wel lekker uit. Maar ik vind alle slechte dingen lekker. Thank you. Take care. Het is zo fijn om zonder mondkapje te winkelen. Iets wat zo normaal is. Dat je gewoon kan ademen, is eigenlijk, ja, voelt nu ineens als een vrijheid. Waar je eerst gewoon, dat is denk ik wel zo. Je neemt altijd vrijheden voor lief die je normaal vindt, terwijl dat dan niet normaal is. Want de meeste mensen nemen gewoon vrijheden voor lief. Iets wat al normaal was, gewoon iedereen zonder mondkapje gewoon, of je nou griep had, of je voelde je verkouden. Iedereen liep gewoon altijd de winkel binnen. Als mensen zien dat jij het ook niet meer doet en jij gezond bent, dan gaan ze het op een gegeven moment wel, ja, gaan ze het ook doen. Als je gezond bent, geen mondkapje op. Als je verkouden bent, kun je voor anderen te beschermen een mondkapje opzetten. En of je moet voor jezelf doen, maar dan moet je een heel goed mondkapje opzetten. Die echt alles afsluit en die 99% filtert, zoals ik ook altijd doe in het vliegtuig. Maar ja, zo in de winkel, doe gewoon even lekker normaal. Een beetje luchtcirculatie en dan heeft iedereen frisse lucht.